goedemiddag en welkom. Het doet deugd om terug op een podium te staan en het publiek in de zaal te zien. Dat is voor ons allemaal een tijdje geleden. En daarom wil ik beginnen met een aantal mensen te bedanken. In de eerste plaats de mensen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, die ons zowel de zaal als repetitieruimte hebben verschaft deze week. Ik wil ook heel graag de mensen van BOZAR bedanken. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat dit een publiek evenement is, dat u hier allemaal kan zitten. Ik wil u bedanken dat u gekomen bent. Dat is natuurlijk heel fijn. En ik wil ook, want u heeft het vast al gezien, staat van alle opnameapparatuur hier in de zaal. Er zijn microfoons en camera's. En ik wil Jelle Patijns al van harte bedanken voor de opname, die op de sociale media van het EUYO terug te beluisteren is op 2 september. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui et on voulait commencer par quelques remerciements, notamment au personnel du Conservatoire Royal de Bruxelles qui nous a permis de donner le concert ici et qui a mis la salle à disposition, et également BOZAR qui a rendu possible l'accès au public, et vous savez, c'est pas toujours évident dans les conditions actuelles. Voilà, vous aurez remarqué, il y a des caméras et des micros qui sont installés. Nous enregistrons aujourd'hui pour pouvoir permettre à tout le monde en fait d'en profiter. La diffusion aura lieu le 2 septembre en ligne via les médias sociaux de l'EUYO. Et donc on voulait également remercier chaleureusement Yael Tassens et toute son équipe qui s'occupe de l'enregistrement aujourd'hui. Quant à nous, nous sommes vraiment ravis de vous voir présents. C'est un vrai bonheur d'être sur scène face à un public. Et c'est plutôt rare en ce moment. Si vous êtes ici, c'est sûrement que vous connaissez l'EUYO, donc le European Union Youth Orchestra. C'est une tournée chaque printemps et une autre l'été pour plusieurs semaines qui permet aux jeunes musiciens d'être accompagnés par les meilleurs chefs et solistes du monde musical actuel. Chaque année, sur audition, les membres sont sélectionnés dans tous les pays européens, également au Royaume-Uni. Et dû à la situation cette année, l'orchestre a proposé à ses membres des solutions alternatives, notamment une plateforme en ligne avec du coaching, des conférences, des interviews, et également, pour pouvoir remplacer la tournée d'été, il y a eu la création du European Music Gallery Festival, dont le concert d'aujourd'hui fait partie. Ce festival réunit les anciens membres et les membres actuels pour proposer des concerts en petits effectifs et ainsi accueillir la musique dans toutes les grandes villes d'Europe. Ja, je hoort het. Wij zijn allemaal oudleden en leden van het EUYO, het European Union Youth Orchestra. En we zijn samengebracht omdat de omstandigheden natuurlijk heel anders zijn dan andere jaren. Normaal gezien organiseert het EUYO ieder jaar audities in alle landen van de Europese Unie liever en het Verenigd Koninkrijk. Die audities zijn georganiseerd, maar de tournees zijn afgelast, zowel de lentetournee als de zomertournee. En als alternatief had het orkest dus in twee luiken gedacht. Enerzijds het digitale platform, waar de huidige leden elkaar toch enigszins leren kennen en op een bepaalde manier toch konden samenspelen, zij het met ClickTrack en ieder in zijn eigen kot. Maar het was beter dan niks. Daarnaast, het is een beetje de EUYO spirit om het samenspelen te benadrukken en iedereen het plezier van het samenspelen te laten beleven. En daarom hebben ze dit kamermuziekprogramma in elkaar gebokst. Het European Music Gallery Festival. Dit is het concert in Brussel, maar bijvoorbeeld vandaag is er ook een concert in Amsterdam. En zo zijn er concerten in alle Europese hoofdsteden. Zo brengen we muziek toch nog bij de mensen en de mensen bij de muziek. We brengen vandaag voor u een zeer gevarieerd programma. Degenen die het programma hebben gezien zullen dat kunnen beamen. En we lachten er gisteren een beetje mee dat de rode draad van het programma misschien wel bijzondere bezettingen is. Beginnen doen we met het horenquintet van Mozart. Tegelijkertijd al meteen het meest bekende werk van de middag. En het bijzondere aan dit werk is eigenlijk dat Mozart niet gekozen heeft voor het standaard strijkkwartet om de horen te begeleiden, maar gegaan is voor twee altviolen. En dat heeft hij heel bewust gedaan. Hij vond dat dat veel beter kleurde bij het warme timbre van de horen, oordeelt hij vooral zelf. Daarna gaan we verder met een hedendaags werk, geschreven in 2014.
door de Nederlandse componist Joey Roukens. In Transit is een werk voor, u ziet het al, percussie en strijkkwartet. En hier dan wel weer het standaard strijkkwartet met twee violen. En zoals de titel al doet vermoeden, en zoals de componist ook op zijn website duidelijk maakt, gaat het in dit werk niet zozeer om het doel op zich, maar vooral om de weg er naartoe. Mooie metafoor voor het leven, lijkt me. Eindigen doen we met een zeer weinig gespeeld werk van Sir Eugene Goossens. En ik ben niet helemaal zeker van de uitspraak, want als we het op zijn Vlaams zouden zeggen, zou het gewoon Eugene Goossens zijn. Maar deze man is in Londen geboren, had een Engelse moeder, maar een Belgische vader met dezelfde naam. En ook zijn grootvader droeg diezelfde naam. Ze waren allemaal dirigenten. En deze Sir Eugene Goossens heeft carrière gemaakt in het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Australië. En er is zelfs nog een opnamestudio van de Australian Broadcasting Corporation in Sydney die naar hem vernoemd is. Wij spelen vandaag zijn Concertino voor strijkoctet. Alors, on vous présente donc le programme du concert. C'est très varié et c'est également très surprenant, avec des pièces connues du public et d'autres moins. La première, pour vous mettre dans l'ambiance, ce sera le quintet pour corps et cordes de Mozart, qu'il a écrit donc pour son ami Joseph Ignace Lautgel en 1782. Il composera encore quatre concertos pour le même corniste après. Ils étaient donc très bons amis. Pour mieux mettre en relief le timbre chaud du corps, Mozart opte ici dans le quatuor à cordes pour deux altos. Donc il ne s'agit pas d'un quatuor à cordes classique, au lieu de deux violons, c'est donc deux altos. Et le corps du coup resplendit d'autant plus avec ce mélange. Ensuite, on vous propose un changement complet d'atmosphère avec la pièce In Transit, composée en 2014. Par le compositeur néerlandais Joey Roukens. C'est une composition instrumentale aussi inhabituelle, notamment parce que c'est une pièce avec des percussions qui sont donc déjà installées, et également un quatuor à cordes, cette fois-ci un quatuor à cordes classique avec donc les deux violons. Dans cette pièce, il n'est pas tellement question du but, mais du chemin pour parvenir à un but plutôt inconnu. Et la musique va vous propulser avec une agitation toujours grandissante pour finalement trouver la paix et l'équilibre. Pour clôturer le concert, la plupart des musiciens se rejoindront pour vous interpréter le Concertino for String Octets, donc un octuor à cordes du compositeur britannique Eugene Goossens, écrit en 1928 et qui a été réarrangé plus tard pour orchestre à cordes. Les trois parties se succèdent sans transition et juste un petit mot pour situer le compositeur. Goossens partage en fait son nom avec son père et son grand-père qui sont en fait tous les deux belges et tous deux des chefs d'orchestre réputés. Et Eugène Goossens a lui aussi mené une carrière de chef d'orchestre international, notamment en Angleterre, aux États-Unis et en Australie. Et d'ailleurs, à Sydney, il y a un studio d'enregistrement de l'Australian Broadcasting Corporation qui porte toujours son nom. Voilà, Linda va maintenant vous présenter les musiciens d'aujourd'hui. Mais avant cela, je me permets de vous rappeler qu'il est souhaitable que vous portiez vos masques tout au long du concert, malgré la chaleur. Et puis une petite dernière information pratique. Le programme que nous présentons, vous l'aurez compris avec les instruments que j'ai cités, nécessite quelques changements de plateau. Et donc on effectuera ça le plus rapidement possible, mais on vous remercie d'avance pour votre patience entre les pièces. Ja, ik zal nog heel even kort de spelers voorstellen. We hebben dus huidige leden en alumni, die ziet er hier al een aantal klaar zitten. We hebben op viool Jozefien, Dumortier, Hélène, Dozot, Mireille, Kovac en mijzelf. Op alt viool Amaryllis, Bartholomeus, Nina, Poskin en Lisabeth, Lannie. Op cello Alexandre Bugge en Elke Wienans. Op horen dan Damien Müller, helemaal uit Luxemburg. En percussie, onze reddende engel die sinds vorige week ingeschakeld is ter vervanging. Op percussie Koen Wilmaers. Ook ik zal nog even een praktische mededeling doen.
En gelieve uw mondmasker zoveel mogelijk te blijven dragen. Ik weet dat het warm is en het is onaangenaam, maar we moeten het doen voor ieders veiligheid. Er zijn nogal wat changementen tussen de stukken nodig. U ziet het, de percussie staat al klaar, dus tussen de Mozart en de Roukens zal het heel snel gaan. Tussen de Roukens en de Goossens, excuseer. Vragen wij even wat meer geduld. Jullie allemaal op uw stoel blijven zitten. Er is geen pauze voorzien, maar maak misschien van de tijd gebruik om een babbel in uw bubbel te maken. Dan rest mij alleen nog u een heel fijn concert te wensen. Geniet ervan, dat gaan wij ook doen. En nogmaals, dank dat u gekomen bent. Ik zal op het uit. Thank you.